ook al los! Goedemorgen iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben deze ochtend de auto ingestapt en ik ben onderweg naar een random locatie in het noorden van Brabant. Het is namelijk tijd voor een super toffe samenwerking. Samenwerken met Dubbel Fris ga ik vandaag. We gaan iets super vet doen met een limo, met een limousine. En ik heb er heel veel zin in, omdat deze ochtend wat dingetjes tegen zaten. Maar dat gaan we snel vergeten. We houden de positiviteit er lekker in. En we gaan er vandaag een leuke dag van maken. Dubbel Fris heeft een hele grote limo, echt tand toe lijp gerapt. En daar gaan we vandaag leuke dingen mee doen. Niet alleen vandaag gaan we een toffe actie doen, maar sowieso het komende jaar. Want ik heb een jaar samenwerken met Dubbel Fris. Dat is echt super tof. Jongens, ik heb mijn eerste jaar nu ooit. Ik ben niet de YouTuber van mega veel samenwerkingen. Ik wil het alleen doen als ik het echt leuk vind. En dit is echt een leuke. Komt echt gewoon echt leuke content aan. Dus ik heb er heel veel zin in. En ik geloof Dubbel Fris ook. Dus dat is helemaal mooi. Wat gaan we dan met die limo doen? Nou, we gaan kijkers verrassen. Oh, ik ga vandaag kijkers verrassen in dit lijpe pak en in een roze limo. Ik ga gewoon rondrijden in een roze limo met een soort quarantainepak. En dan gaan we gewoon kijkers ophalen thuis. Wordt geniaal. Of althans thuis, sommigen thuis, sommigen op een andere locatie. Het is maar net wat Dubbel Fris geregeld heeft. Geniaal, kijk. Allemaal bubbels. We hebben hier zo net wat shotjes opgenomen. Dubbel Fris is ook lekker aan het filmen vandaag. Jongens, die limo is lijp, jongens. Zitten allemaal compartimenten in. Allemaal delen. En dat is allemaal gescheiden door plastic, waardoor je gewoon met z'n allen in de limo kan. Fucking lijp. Ik moet zeggen, dit pak ziet er best wel lijp uit. Ik voel me een soort Breaking Bad. Kennen jullie die serie? Alleen het is wel een beetje warm. Zijn jullie er klaar voor, dames en heren? Zijn jullie er klaar voor? We gaan knijterharde chilling zetten vandaag in dit bakbeest. Zo, ik heb er veel over gehoord de afgelopen tijd. Ik had al op WhatsApp wat berichtjes gekregen, fotootjes, video's. We gaan eens kijken. Zo, en kijk, dit hadden ze me ook verteld. Een iPad om karaoke te doen. Oké, okay, we gaan erin. Oh. Kan je me op pauze zetten? Anders krijg ik copyright straks. Ik ga daar heel even doorheen, kijk. Hier komen dus allemaal kijkers. Kijk ook gewoon die sterretjes gewoon erin, hè. Zo, nu ga ik met mijn sterretje hier zitten. Lekker, hè. Oh. En Dubbel Fris zuipen. En gaan. En gezelligheid. Karaoke, gewoon gekkigheid. Kijk hoe lijp, hé. Mooie glaasjes. Kijk eens even. Die schermen overal. Je hebt ook wel schermpjes. Kijk daar. Heb ik ook nog een schermpje? Zo'n ding moeten we hebben voor de vlog, jongens. Besef wat voor content we hier zouden kunnen maken, hé. Je moet hier gewoon een soort zwembadje in maken. Je moet hier een ballenbak in maken. Ik heb heel veel ideeën hiermee. Ik zie dit nu pas. Kijk, er ligt gewoon een Nintendo Switch. Je kan ook gewoon nog gamen. Ik krijg altijd zo'n lekker gevoel van limo's. Ik moet me echt denken aan mijn jeugd. Altijd met kinderpartijtjes. Dan ging je ook wel eens met een limo, weet je wel. Dat was echt heerlijk. Ik krijg zo'n lekker gevoel van vroeger. Dit is de derde keer in mijn leven of zo ook met een limo ga. Vroeger twee keer met een kinderpartijtje. Dus echt, oh. Maar besef, als je dit gewoon weg zou halen. Kijk, dat kan natuurlijk nu niet. Kun je gewoon helemaal lang uit liggen zo. Kun je gewoon lekker pitten. In elk cel heb je ook dit. Kijk, gewoon een handschoen. Kan je gewoon high fives geven en zo. Kan je toch nog een beetje de hand schudden met mensen en zo. Ho! Ik kan toch wel liggen. Kijk dit, jongens. Ik lig gewoon hier op de vloer. Lekker, hé. Welkom op de kermis bij de Turbo Polyp. Ik vind het wel heel apart dat ik in de limo zit. Met limo. De eerste kijker die we gaan ophalen is Jesse, die op nummer 11 woont. Hij weet niet dat ik kom, vandaar dat ik er helemaal zo uitzie. En als ik dan straks bij hem voor de deur sta, dan doe ik dit. Hey Jesse! Nou, dit is natuurlijk allemaal een beetje over de top, maar ja, dat is expres, joh. Gewoon lachen, weet je. Ik kan deze ook nog dicht doen, deze bril. Alleen dan zie ik gewoon letterlijk helemaal niks. Gewoon pikzwart. En als ik zo doe, dan kan ik een beetje zien, want het is een beetje foggy. Beetje wazig. Ik geloof dat we er zijn. Chauffeur, Dankjewel, chauffeur. Dankjewel, dankjewel. Nummer 11. Waar hebben we nummer 11? Hier. Hallo! Goeiedag. Hebben jullie enig idee wie ik ben? Ja. Don. Nou, dat was dan makkelijk. Hoi. Alles goed? Alleen de elleboog. Je hoort daarna weer afstand. Hoi. Hoi. Zo, man. Hebben jullie er zin in vandaag? Ja, Jesse. Oh, jij gaat mee. Ja, jij met Jesse. Ja, nou, jij waren we op zoek, man. De chauffeur die gaat jou helemaal verzorgen. Kijk, je moet je handen ontsmetten. En dan je temperatuur opmeten. Temperatuur meten. Blijf staan. Even kijken. Hoe heeft die? Ja, die is echt perfect. 37,1. Nou, mag jij eerst instappen?
Dan mag je helemaal voorin kruipen. En dan ga ik helemaal achterin. Dat maak ik niet iedere dag mee. En er ligt overal wat te drinken. Gewoon lekker dubbelfris en bubbelfris. Dus als je dat wil pakken, kan je dat gewoon pakken. Ja. Dus kan je lekker zapen. De volgende gelukkige is Willem. En we gaan hem een warm welkom geven. Volgens mij is het hier... Willempie! We komen voor Willem. Hoe werkt die? Ja, hier. Ja, hey Willem. Hey, hey Willem, alles goed? Ja, goed met jou? Ja, lekker man. Wat een mooi bril op. Ja, jij ook. Heb je zin om mee te gaan dan? Ja, zeker. Lekker man, we gaan er een feestje van bouwen. Ja, er zit ook al een maat van jou, heb ik vernomen hierin, hè? Ja, Jesse. Ja, ik wist dat jullie elkaar kenden, man. Leuk. Nou, ik stap uit, dan kun jij instappen, ja? Ja, is goed. Leuk, man. Oh, ja. Wat een herrie maakt die megafoon. Dat is echt niet te harde. Eerste keer in een limo? Nee. Niet? Ja, een keertje volgens mij nog met de verjaardag van mijn oma gingen we nog in een limo. Dat was ook al vet, maar verder heb ik nooit in een limo gezeten. Nou, lachen, man. Leuk, toch? Ja. Hey, er ligt daar een Nintendo Switch. We hebben overal drinken, we hebben schermen, we hebben karaoke. Dus we kunnen er lekker feest van bouwen. Nu gewoon lekker waar we zin in hebben. Volgens mij moeten we nog één iemand ophalen. Ja. Weet jullie wie dat is? Ja. Lars. Lars. Nou, dan gaan we Lars ophalen. Hey, we kunnen elkaar toch nog een soort van box geven. Want als ik mijn hand hierin doe... Kijk, dan kunnen we toch nog een box. Ja, jij ook? Ja, jij ook, hè? Ja, hoppatee. Hey, weet je wat ik kan? Wat kan jij? Lekker muziek hier! Ik zie niks! Alles is beslagen! We zoeken Lars! 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 We zoeken Lars! Lars! Kijk toch op de verte dames sneeuwen! En Lars! We hebben je maat, hoor, daar staat hij! In het gele shirt! We moeten dit aan hebben! Alles lekker! Lekker man, je maten zitten er al, we gaan er een feestje van bouwen! Ja, wij zijn al lekker feestje aan het bouwen man! Kijk, je maat! Ik zou zeggen, kom er lekker bij man! Lekker gek doen! Nou, daar zitten we dan, volle bak! We gaan een beetje rondjes rijden, een beetje chillen. Ik zit al met de mannen te... Oh, ik sta gewoon op die iPad. Ik zit een beetje met die mannen te praten. En ze zijn allemaal erg gamefan. Dus het is wel goed dat jullie allemaal even je menk even uitkomen, geloof ik, hè? Ja. Ja, hè? Nou, dames en heren, jullie kunnen mij niet zien. Alleen kunnen jullie dit zien. Hier, moet je nog een perk verwijderd hebben? Ja. Ja, jongens, wie kijken jullie een beetje elke dag op YouTube dan? Dom. En niet anderen? Stuk TV, ja, Joe Beuker soms. Joe Beuker, ja, dat is ook een goeie, hè? Ja, je hebt ook goede content. Ja, ja. Met zijn Lambo door Bolleveld heen knallen en zo. Dus oké, Stuk TV, Don. Logan Paul kijk ik nog wel even. Logan Paul, ja, die is goed, hè? Ja, en Boas, ja, ook een leuke. Ik vind Mees ook helemaal geniaal, zie je vlog. Wie? Mees. Ja, Mees. Ja, die mis ik, man. Die zullen jullie ook wel missen in de vlog. Ja, hij is echt heel grappig. Ja, Mees. Onze oude dikzak, hè, mooi vindt. Ja, iedereen is na deze quarantaine wel een beetje dik geworden, denk ik. Ja, nou. Ik heb Mees al een paar weken niet gezien. Ik wil niet weten hoe erg het nou is. Nee hoor, Mees, we houden van je. Volgens mij maken we een tussenstop. Waar rijdt dit ding op? Gas. Op gas? Nou, daar heb ik genoeg van. Wil je lenen? Kijk dan hoe ziek, hè. Dan gaat hij naar de andere kant. Ik heb nog nooit gas getankt. Wat natuurlijk ook best logisch is, de meeste auto's hebben geen gas. Even kijken hoe dat werkt. Hè, waar staat hij nou? Kijk dan hoe lijp, achter het kenteken. En hoeveel liter gaat daarin aan gas? Ja, deze is niet zoveel, 50. 50 liter. Dat is al vet. En kan die ook op benzine rijden? Ja. Leuk man, dat wist ik niet. Hey. Niemand heet terug. Ze negeren me gewoon keihard, hè? Lekker enthousiast, joh. Hey! Wij gaan lekker roeien! Later!
Dan gaat de eerste, nu zit ik nog maar met twee. Nou is de kleine werken aan de alcohol. Aan de alcohol? Hey, volgens mij ben ik hier de jongste, hè? Ja, ja. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 14. Ik ben 12. 14 en 12, alcohol net te jong denk ik, hè? Ja, een klein beetje maar. Ik zou het lekker bij dubbelfris houden. Ja. Jij bent wel de drukste van de drie maten, hè? Ja. Ja. Heb je ADHD? Weet ik niet. Lekker toch, lekker energie. Ja. Ja. Nou, drop die Instagram names of had je ook wel shout-outen? Mijn Instagram naam is ik, laagstreepje Willem, laagstreepje volgen, want ik heet Willem en ik wil dat jij mij volgt. Nou, wil je hem volgen? Volg hem dan, en jij? Lach.avontuur. Kijk, dat zijn mooie namen. Nou, dames en heren, jullie horen het. Zijn jullie geïnteresseerd in de mannen? Volg ze even. Ja. Top. Nou, we gaan er weer een afzetten. Ja. Kijk, dat is gaaf, jongen. Heb je naar zin gehad? Zeker. Ja, leuk, man. Nou, elleboogie. Misschien nog wel een keer tot snel. Maar mag ik nog op de foto? Ja, tuurlijk. Ik wil zeggen later, maar hou doe, hè. Hou doe. Yo. Alles goed? Yo, kom! Yo! Oh, misschien een foto! Ja, kom er zo aan, ja? Ja, top! Dankjewel, man! Hoi! Zo, jij bent nu nog de enige. Ja. We gaan jou even afzetten en dan hebben we een hele leuke middag gehad, man. Ja. Later! Later! Was gezellig, man! Ja. Hoi, hoi! Houdoe! Houdoe! Zo, kijk eens even. De hoesjes om mijn schoenen hebben het niet overleefd. Ja, jongens, ik heb echt genoten vandaag. Ik meen het oprecht. Het is altijd zo leuk om te zien wie mijn video's kijken, van jong tot oud. Soms kom je mensen tegen van 8, soms kom je mensen tegen van 20, van 16, van 50, van 70. Het is zo divers, dat is het leuke. En dit was gewoon een vriendengroepje die gewoon even zich hadden opgegeven via een winactie die je kon doen via de Instagram van Dubbelfris. En toen wonnen ze, nou, ze zeiden allemaal, we hebben bijna niet geslapen vannacht. En dat vind ik dan wel echt bizar, dat ze zeggen dan, ja, omdat we met jou op pad gaan, ze zijn zenuwachtig en zo, denk ik echt, ja. Gewoon bizar is dat, weet je. Ik ben ook gewoon iemand. Ik ben gewoon Maardon, zo zie ik mezelf. In ieder geval ontzettend leuk. Doet me altijd heel erg goed om te zien wie mij kijken. En dat maakt me heel blij en heel gezellig. En ik geloof dat die gasten ook helemaal blij waren. Dat is echt top dit. Ga stuk. Hallo. Kijk eens. Hey, je hebt een leuke dag gehad. Was het leuk? Ja. Hey, ja. Mooi dubbel fris pak. Nee, dit is geen... Nee, je bent een banaan. Of wat ben je? Een ananas? Ik denk een banaan. Dit is toch... Nee, dit is voor de quarantaine. We hebben het expres een beetje over de top gedaan voor de lol, weet je wel. Oh. Geweldig. Lol, dit heb ik nog nooit gehad. Hey duifje. What you doing in my window, bro? You're just chilling, man. Taking a shit. Hij is ook gewoon niet bang of zo. Oh, oké. Okay. Doei. De duif is weer back. Mijn moeder heeft mais gepakt. Hij probeert het op te chappen, maar het lukt niet. Het ligt hier op het randje, zie je dat? En hij krijgt het niet door zijn strot. Is te dik. Een mooi kopje heeft dat. Even een soort pluisje. Een ringetje filmen aan zijn pootje. Ja, een soort pluisje of zo. Het ringetje filmen. Ja, hij is geringd. Dat wil zeggen dat het een... Ja, ik kan ook nooit filmen vanaf hier, man. Ja, komt wel. Jongens, dat beestje heeft gewoon dorst. We hebben mijn opa gebeld. Die was duivenmelker vroeger. Die houden altijd duiven of hield. Zo, het houden. Lekker gaan Nederlands. En... Die zei, die heeft waarschijnlijk dorst als hij zo voor het raam zit. Want duiven kunnen niet bij de sloot. Kijk dan, het beest zit gewoon te zuipen, jongen. Hele bakkie gaat leeg, maat. We hebben tot de rand gevuld, dat bakkie. Hou gewoon op, al gewoon sterven ze van dorst, joh. Wat ik ervan weet, is dat een duif die meedoet aan duivensport... Hoe weet je dat hij meedoet aan duivensport? Nou, hij is geringd. Dus dat beestje komt ergens vandaan. En die moet uitrusten. En... Die rust moet je me gunnen, begrijp ik. Je ziet dat het best een diertje is die gewend is aan mensen. Kom maar. Als je hem binnenlaat, kan je hem waarschijnlijk gewoon oppakken. Kom maar. Kom maar. Mijn moeder gaat hem dus pakken. En in een kooi doen en uit laten rusten. En dan kan hij binnenkort weer doorvliegen. Omdat als we hem nu laten doorvliegen, dan gaat hij dood waarschijnlijk. Hij durft nog niet naar binnen te komen. Ik vang die Pidgeotto, maat. Ik heb Pidgeotto gevangen. Ah, hij kan niet meer naar buiten. Ja, maat. Nou, mijn opa komt eraan. En de ervaren man die komt even helpen. Hallo. Is hij binnen? Oh. Hallo. Goedendag, oude duivenmelker. Zo, beste jongen. Weet je nou? Laat hem bij het vereten. Laten we een expert even doen, hè? Een bakje drinken op, pap. Wat zeg jij? Hij heeft dat hele bakje drinken op. Oh, dat is hartstikke lekker. We noemen hem Henk. Hij zit te vreten. Moet ik hem pakken soms? Ik sta met Henk. Als jij, wat is nodig? Ja, wat is wat nodig? Wat moeten we doen? Ja, Kenda gaat vanavond niet meer vliegen.
Oh, dat is het. Ik zeg, hij gaat dood als hij de weg kwijt. Nee. Oh. Is hij zo naar binnen gekomen? Ja, op het eten af. Zo, is niet verkeerd. En hij eet al een minuut lang. Ja. En jouw eigen vogelhuis ligt hier. Hé, hey, mag ja, hij zoveel eten maar... achter elkaar? Past hij helaas niet in? Hé? Eh? Ja, zo is het. Oh, papa! Oh. Oh. Ik ga los. Opa, gaat het? Rustig, ja, is het duif en jij oké? Okay? Ik ook. Maar allebei? Oh mijn god, die man die flikkert gewoon. Opa ja, maar het toch. Papa. Ja hoor. Is, ik gaat, ben, gaat het? Ja, best. En die duif? Opa is hartstikke soepel, niks aan de hand. Ja, die stoel rolde weg. Ik ga mij weg. Ergens. Zul je bovenop die duif? Ja. Ik schrok me rot, ik denk hij plet die hele raam of zo. Oh mijn. En die duif is ook oké? Ja, hij is een jaar oud. Oh, kijk, nou gaan waar zie je dat aan dan? Ik ga even kijken, zo. Dat is een duivinnetje. Duivinnetje? Oh, ja. Hij heeft een vagina. Nee, maar hij is nog vitaal zat, hoor. Oh, oké. Okay. Dus nou, dan kan hij losstrakken. Maar hoe weet je dat hij een jaar is? Staat dat op het ringetje? Ja, staat er. 2019. Dus dat is zijn geboortejaar dan? Een chipje, dit. Een chipje? God, kun je hem ook eten, dat chipje? Wat is dat beest wild? Ja, vind je het gek? Je flikkert net met al die beesten hoeken. Nee, niks aan de hand hoor. Kijk, we gaan kijken in zijn bek of hij gezond is. Hoe doe je dat dan? Zo. Dan gaat u zijn bek open. Zijn bek kijken of hij geen geel hebt. Kijk bij mij ook in. Of hij geen geel hebt. Kijk eens even bij mij, hè. Hè? Kijk eens even bij mij. Hè? Ik heb ook een ringetje op touw. Maar goed, wat moeten we dan nou mee? Nou, als jij zegt, hij is sterk genoeg. Dan ja, maar hij gaat nou niet meer naar huis. Moeten we dan in de beach doen? Jij moet zeggen wat we moeten doen. Nee, morgen wat loslaten. En dan? Hebben we dan een doos? Ik heb een schoenendoos. Ja, oké. Okay. Maar dat is toch te nauw? Of moet hem niet in die bench? Hij kan in die schoenendoos. Maar opa, kun je nog één keer zijn mond open doen? Want mijn camera stelde niet scherp. Wat zeg je? Je had het over zijn mond open doen en geel. Wat is geel? Oh, dat is een soort vogelziekte bij duiven die in de keel zitten. Kan je hem nog eens open doen? Ik hoorde allemaal vast. Of ik dat nog eens open wil doen? Ja, dan wil ik even scherp stellen erop. Hij flikkerde helemaal in. Wacht. Dat heeft hij niet. Hij is hartstikke mooi. Oh ja, kijk. Ja, zo is het. Ja, nou, een beetje lastig allemaal. Zie je het? Even het poepertje zo. Dat is een chippy tegen. Hey, heeft een duif ook een kloaka? Ja, die vreet alles. Dat is een aars, dat is een popgat en een plasgat tegelijk. Hey joh, het is een mooi beestje. Ah, ja, hoe die ook dat beest draagt. Ah, echt zo hop. Hoeveel duiven heb jij vroeger gehad? Ja, jezus. Op z'n hoogst? Alles bij elkaar. Ik was 7 jaar, had ik al postduiven. En die heb ik tot 40 jaar geleden gehad. En hoeveel had je er in één keer in één hop? Ja. Misschien 30, 35, 40 misschien. Leuk. Jongen, elk jaar kweken opnieuw. Ja, ik ben altijd al een kweker geweest. Ja, moestuin, duiven. Ik dacht dat je flauw viel. Flauw viel? Ja. Nee hoor, ik weet niet zo gauw. Ik niet zo gauw. Ja. Zo gauw flauw. We gaan even rustig worden, dat je hem rustig weer neemt. Zit hij met die duif? We moeten dat beestje rustig. Ja, we moeten rustig doen. Maar ik lig helemaal dubbel, joh. Flikkert hij in die hoek en staat dit met die duif zo tegen de maan. Moeten zachtjes. Postduifmelker, Joop. Maar laten we even zachtjes praten. Ja. Zo, nou. Niet zo zeker, gaan rustig. Maak jij dat beest rustig en dan zet je hem weer neer om te eten. Ja, ik denk dat hij dat niet accepteert. Ik denk dat hij gek wordt als je hem nou neerzet. Maar er zit geen... Maar hij komt wel weer terug. Chaos. En toen was de postduif ontsnapt en zullen we nooit weten wat ermee gebeurd is. Oké, dames en heren, dat is de vlog. Ja, hij is weggevlogen. En niet meer teruggekomen. Maar ja, een postduif is erop gemaakt dat hij altijd weer zijn weg terugvindt. Dus hopelijk gebeurt dat ook met deze duif. Zo, ze zetten de duif heel even neer. En toen dachten ze dat het raam nog dicht zat, maar die stond op een of andere manier weer open. Ja, chaos. Nou ja, het was sowieso een beetje chaos. In ieder geval, ik hoop dat jullie van vandaag genoten hebben. Ik vond het super tof met de kijkers. Dat mijn opa op zijn bek ging. Gelukkig was die oké. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Mocht dat zo zijn, vergeet zeker niet te abonneren. En dan ga ik jullie morgen zien om 5 uur. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Video later. Dat is een mooie sweater.